In Vlaanderen zijn nog zo'n 83.000 vacatures en daarmee is het voor Nederlanders aantrekkelijk om een baan over de grens te zoeken. Dat merken ze ook bij het reisbureau Uniglobe in Essen. Ja, dat is ook mijn ervaring. Ik heb onlangs een vacature uitgeschreven en er zijn eigenlijk betrekkelijk veel Nederlanders op afgekomen. Dat was toch eigenlijk meer dan de helft van de mensen die hierop gesolliciteerd heeft op deze vacature. Het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen, vergelijkbaar met de Nederlandse brancheorganisatie MKB, deed onderzoek onder 490 Vlaamse bedrijven in de grensstreek. En daaruit blijkt dat bijna de helft van die ondernemers meer Nederlanders over de vloer hebben gekregen als sollicitant dan Belgen. En het aangename voor die Nederlanders is ook dat een kwart ook de functie heeft binnengerijfd en dat toch wel een pak Belgische ondernemers tevreden daarover zijn. Ik denk dat het voornamelijk komt door het lef dat de Nederlanders hebben om op iets te solliciteren waar ze eigenlijk niet voor gestudeerd hebben. In onze sector is dat denk ik heel... heel makkelijk, omdat iedereen wel graag reist en zij denken dan ook dat zij dat ook heel makkelijk kunnen verkopen. Hollandse bluf. Ja. Belgen doen dit niet. Belgen, als zij niet voldoen aan alle criteria, dan zijn ze liever lui dan moe. In die zin dat zij liever in hun zetel blijven en niet op zoek gaan naar die baan. Maar een vlotte babbel is één, echt geschikt zijn voor de baan is nog wat anders. Ik laat u altijd even een uur, twee uur even meelopen om te kijken van wat voor vlees heb ik eigenlijk in de kuip. En dan merk ik toch al vrij snel van oké, het is meer bluf. Ze reizen wel graag, maar ze kunnen het eigenlijk niet aan de man brengen. Moraal van het verhaal, voor Nederlanders, u bent goed bezig om inderdaad de Belgische arbeidsmarkt op te gaan. Maar leer ook waar te maken wat u allemaal meedeelt aan de Belgische werkgevers. En de Belgen, heel duidelijk, kom wat meer uit die luie zetel.